Hi allemaal, mijn naam is Martin Muldijk, teeltwisselingsspecialist voor Roy Brinkman. In deze video neem ik je mee door alle stappen van de teeltwisseling. De teeltwisseling vindt bij groenteteelt 1 keer per jaar plaats. De teeltwisseling is een drukke periode waar in korte tijd het oude gewas uit de kas moet worden gehaald en de nieuwe teelt snel van start moet gaan. Als eerste moet je op tijd alle nieuwe teeltattributen bestellen. Denk hierbij aan de haken, het touw, de clips en de folies. Producten zoals hoge draadhaken hebben een gemiddelde levertijd van 10 weken. Bestel ze dus op tijd, zodat je er zeker van bent dat ze op tijd geleverd worden voor je nieuwe teelt. Wil je zeker weten dat je alle producten binnen hebt voor de nieuwe teeltwisseling? Bekijk dan onze checklist. In de tweede stap van de teelt is het om het oude gewas schoon te spuiten, zodat je voorkomt dat de insecten in de kas het overleven. Zorg ervoor dat je tijdens het spuiten goed beschermd bent met de persoonlijke beschermingsmiddelen. De derde stap is het leegruimen van de kas. Tijdens het leegruimen van de kas stop je met bladsnijden en trek je de grondfolie uit de kas. Door het leegruimen voorkom je dat mogelijke ziektes en pathogenen zich kunnen verspreiden door het bedrijf. Je stopt met water geven en verwijdert het loof wat op de grond ligt met de overige folie. Hierna rol je de looftrekdoeken uit, je knipt alle touwen los en haal de haken van de gewasdraad. Daarna de stammen en de stekers verwijderen en de looftrekdoeken naar voren halen en het plantmateriaal versnipperen in een biochopper. Wanneer je biologische clips en touwen gebruikt, hoef je je geen zorgen te maken over plastic tussen je plantmateriaal en voorkom je hogere afvalkosten. Als het plantmateriaal is verwijderd, kunnen de steenwolmatten, grote folie en CO2-slangen verwijderd worden. Vind je duurzaamheid belangrijk? Dan kun je ervoor kiezen om de substraatmatten te recyclen, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze verwerkt worden. Nu alle oude materialen en plantresten zijn weggehaald, kan het schoonmaken en desinfecteren van de kas beginnen. De vierde stap is het schoonmaken van de goten, de binnen- en de buitenkant reinigen van het glas en het reinigen van het watersysteem met producten zoals Remove It, Top Cleaner en Menno Florades. De vijfde stap is het desinfecteren van de kas. Voor een goede ontsmetting is een schoon oppervlakte nodig. Heb je eerder een virus in de kas gehad, dan is het extra belangrijk om eerst grondig te ontsmetten voordat je reinigt. Het is ook belangrijk om de algemene bedrijfsruimtes zoals kantines mee te nemen. De zesde stap is schoon beginnen. Het is belangrijk om je nieuwe teelt hygiënisch te beginnen. Je start met het uitleggen van de nieuwe folies en het plaatsen van je teeltsubstraat. Vervang je druppelslangen en hang de nieuwe hoge draadhaken of de touwen op. Let er als laatst goed op dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voor alle medewerkers. Denk hierbij aan de handschoenen, de overschoenen en gastenoverals. Heb je verder nog vragen over teeltwisseling? Neem dan contact op of neem een kijkje op royerbrinkman.nl.